Sinds de eerste Audi A4 halverwege de jaren 90 op de markt kwam, is hij flink gegroeid. De huidige is meer dan 20 centimeter groter. Ruimte genoeg dus voor een model eronder. En dat heeft Audi ook. De A3. Maar ja, die is er alleen maar als hatchback. Toch? Nee. Vanaf nu is die er ook als strakke sedan. Maar ja, voor Nederland is dat een beetje moeilijk. Een sedan in het C-segment, dat is toch meer voor de VS en China. Tenzij deze auto misschien wel goed genoeg is om mensen uit hun A4 te gaan jagen. Nou, om even met de achterbank te beginnen. Je zit hier echt niet veel slechter dan een A4 van een generatie of misschien twee generaties geleden. Hij staat op dezelfde wielbasis als de A3 Sportback. Dus dat betekent dat de beenruimte eigenlijk heel voldoende is. Ik ben van gemiddelde lengte. Alleen de hoofdruimte, die is wat beperkt. Hij heeft een beetje coupé-achtig silhouet, aflopende daklijnen. Ja, dat merk je hier achterin wel. Maar goed, hier achter de achterbank zit nog een flinke bak ook. Want je hebt maar liefst 425 liter. Dat is meer dan een A3 Sportback. Maar ja, die opening dat blijkt een beetje klein. Als je echt grote spullen hebt, stoelen of dat soort dingen, dat ga je hier niet in krijgen. Wel mooi. Het is mooi afgewerkte bagagebeugels, dus het zal niet je bagage pletten. Maar over het algemeen, het is praktisch genoeg voor de meeste mensen. Nou, nog kijken of het ook een beetje rijdt. Motorisch houdt Audi het volgens nog lekker overzichtelijk, want je kunt in de sedan precies dezelfde motoren krijgen als in de hatchback. Bij zijn introductie zijn er twee benzines, 140 en 180 pk, en een 2 liter diesel met 150 pk. Nou, vrij snel daarna wordt het al afgerond naar beneden toe met een 1.4 TFSI met 125 pk. Die staat ook al in de prijslijst. Extra zuinige diesel en op termijn zelfs een S3 sedan met 300 pk. Altijd leuk. Maar goed, nu heeft het heden. 2.0 TDI, daar rijden we mee, 150 pk. Ja, het is natuurlijk een bekend blok en het commentaar is hier eigenlijk ook weer hetzelfde. Hij is stil, hij is soepel. Eigenlijk een motor waar niks mee aan de hand is. Het is niet heel inspirerend qua prestaties, maar zeker in Nederland voldoet het onder alle omstandigheden prima. Hij zit gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en in goede Audi-traditie schakelt licht, hij schakelt exact. Dus ook dat is eigenlijk een prima combinatie. Voor het eerst in de A3-reeks komt er nu ook quattro vierwielendrijving. Dat wil zeggen eigenlijk 4Motion, dus met een haldexkoppeling. Ja, leuk voor de wintersport misschien, maar in Nederland heb je er niet zo heel erg veel aan. In dit geval rijden we met een S-Line, dus dat wil zeggen een sportonderstel. Ja, daardoor ziet hij er wel lekker dik uit, hij staat goed op zijn wieltjes zeg maar. Alleen het sportonderstel is verlaagd en als het wegdek wat slechter wordt, dan gaat hij behoorlijk stuiteren. Dat is niet altijd even prettig. Zeker niet omdat de A3 van zichzelf niet echt een heel erg dynamische auto is. Hij rolt wat om zijn lengte, as, besturing is met dat S-Line dan wel heel direct. Maar het is gewoon niet een auto die je echt uitdaagt om lekker mee te gaan rijden. Dat is ook niet de kracht van de A3. De A3 is een degelijke auto die met elk wegdek overweg moet kunnen. En dat is in de normale uitvoering eigenlijk meer. De basis van de A3, die is dik in orde. Heeft Audi met de A3 sedan een goed alternatief neergezet voor de accountmanager die geen lease A4 meer kan rijden? In principe wel. Het is een auto die een sterk motoraanbod heeft, goed rijdt en eigenlijk alle eigenschappen van de A4 in meer of mindere mate wel heeft. Er is alleen één probleem, ook het prijskaartje van de A4 is redelijk aanwezig. Want in zijn standaard vorm met 1.4 benzinemotor, €28.500. Ja, ga hem dan aankleden met S-Line, met dikke wielen, doorpols, navigatie. Reken dan maar op 35 of zelfs €40.000. Ja, dat zijn toch wel serieuze centen. Maar als je toch aan het downsizen bent, dan kun je net zo goed gelijk een sportback nemen met een praktische hatchback vorm. Want deze sedan kost ook nog eens €1.600 meer. En dat is een boel geld voor een achterklep. €28.500, maar dan heb je gelukkig wel standaard airco.